Yo, Nintendo fans! Burgemeester Tom Nook heeft een probleem. We moeten hem gaan helpen. Ja, voor de burgemeester Tom Nook doen wij natuurlijk alles, hè. Het zit zo, zegt hij. Het Koninkrijk Rekruton heeft plots heel wat muizenissen. Monsters die eruit zien als muizen maken het er al te bont. Ik dacht dat de koning wel een leger zou inzetten, maar hij zei dat ik het zelf moest gaan oplossen. Nou, hij zoekt hulp. En of wij hem willen gaan helpen. Natuurlijk gaan wij onze burgemeester, onze burgervader Tom Nook gewoon helpen. En ze houden zich schuil in een verborgen toren. Dus ze moeten naar Rekruton. Maar wacht eens even. Ik zie hier iemand staan die een cadeautje heeft voor mij. Blueberry die bezorgt pakjes. Er is een pakje voor Mudkip in Elfendorp. Ja, nou, dat komt later wel. Ik ga je later helpen. Ik heb nu dringendere zaken in Rekruton. Oké, oh, dat is weer daar. Daar ben ik al een keer geweest. In de vorige aflevering was professor ook daar. Dan moesten we hier al die quizjes doen. En nu moeten we hier denk ik gaan vechten of zo. Kijk, we kunnen hier doorheen door deze poort. Maar we kunnen ook eerst even naar het kistje toe. Oh, dit klinkt echt super eng hier in deze toren. Wat is dit? Dit is zo muisie. En Luigi, Guigi gaat proberen om het muisje in één keer te slopen. Maar dat lukt helaas niet. Ik heb Guigi en Steve vandaag meegenomen. Samen met KK Slider, die we natuurlijk keihard aan het trainen zijn. En we moeten dus afrekenen met een muizenplaag. Let's go, Guigi. Pak hem. Ja, wat is dit voor supermuis, joh? Bam! Oh, nou, toch niet zo'n supermuis. Nou ja, hij ging niet zo makkelijk kapot, moet ik eerlijk toegeven. We krijgen er niet heel veel XP voor, jammer genoeg. Guigi en Steve lopen door deze toren. En Steve zegt dat hij er doorheen zit. En Guigi zegt dat ook. Guigi loopt er gewoon na te apen. Guigi loopt gewoon irritant te doen. Twee nieuwe muisjes. Kom op. Kom op, Steve. Laten we ze pakken in de hypermodus. Let's go. Brap! Come on, pak hem. Tap, tap, tap. Oké, eentje is kapot. Hij is ook kapot. Maar hij komt weer tot leven, KK Slider. Dat is wel een hele vette ability van hem. Terwijl Guigi iets nieuws gaat doen. Die doet giga genezing. Dus die helpt KK Slider gewoon even. Dat is super aardig van je, Guigi. Ondertussen slopen wij die tweede muis wel even. Lekker gedaan, Steve. Kissy! Eén naam, één snoepie. Ik gebruik bijna geen snoepjes. En ook geen bananen, want ik los alles op met mijn strooisel. We zijn natuurlijk nog steeds KK Slider gewoon keihard aan het trainen. En als je dit vet vindt, doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's. Dan gaan we kijken wat er in dit grote kistje zit. Althans, ik hoop dat er een groot kistje staat. Eerst een klein kistje. Oh, daar zit best wel veel eten in. Heel nice. Ah, en hier is het grote kistje. En daar zit in een zonnestaf. Oeh, die is voor Guigi. Ja, daar wordt hij ook flink beter van, hoor. Plus 12 op zijn aanval. En plus 13 op zijn magie. Dit is ook een mooi stafje ook, joh. Die ziet er echt cool uit. Oh, nee. Wie is er ziek? Nee, KK Slider. Terwijl ik jou heel graag wilde trainen. Nou, dan mag Zucker bij ons in het team. Moeten we door deze deur? Ja, ik denk het wel. Maar hier hebben we een sleutel voor nodig. Ik denk dat we die hier gaan vinden. Dan. Het licht is uit. Waar is iedereen? Ik weet niet wat wij daar allemaal aan het doen waren. Waarom zou je dat doen? Oh, we moeten... Oké, we moeten er eentje omver halen. We doen de rechter. Altijd de verkeerde. Ja, dit gaat top zo. Kissy, er zal hier ook nog wel een vijand in zitten. Oh, nee. Oké, er zitten allemaal lekkere sappies en dingetjes in. Lekker robo-sappie en zo. Oh, dit is best wel chill. Dit gaat best wel lekker. Oh, kijk hier, de deursleutel. Zit hier dan helemaal geen vijanden in dit stukje of zo? Nou, dit is relaxed. Woelu die wilde heel graag naar de kamer van KK Slider. En die zegt, het gaat al wel beter. Dankzij Woelu. Nou, toppie, dan kunnen we nu dus hier naartoe. Doen we de sleutel in het slot. Hatsaflats, lekker. En dan nu, naar de final battle. Wat gebeurt hier? Ja, het is gigantische muis, jongen. Gigantische grijze muis. Daar is die. De wilde muis. Oké, weet je wat? We gaan gewoon lekker allemaal hyperen. Dan gaan we hem lekker in één keer kapot maken. Althans, dat hoop ik dat we hem in één keer kapot maken. 135 HP eraf. 159 HP eraf. Nu Zucker, die wordt geholpen door Steve. Had je dit nou echt niet zelf even kunnen doen, Tom Nook? Nou, was dit het al? Hé, hey, daar is die. Tommy, ben je achter ons aan komen lopen? Hij zegt, wat is er met alle monsters gebeurd? Ja, we hebben het gefixt voor je. Hebben wij gewoon gedaan, Tom Nookie. We krijgen super lekkere kwarktaart van Tom Nook. Oh nee, nu heb ik gelijk honger, jongen. Nu heb ik gelijk trek in kwark. Op Monchou of zo. In Monchou met zo van die kersenspul erop. Dat is zo lekker.
Ik wil het. Ik heb het nodig. Eens even kijken wat er nu is hier in het reisrijk. We moeten natuurlijk ook nog op zoek naar een elf. Als het goed is, komt hier ook op een gegeven moment een elf langs. En dan kunnen we de krachten van de elf ook ontgrendelen. Ja, we moesten natuurlijk nog een pakketje bezorgen voor Blueberry. Ik doe het wel even, joh. Ja, joh. Ik ga wel even naar Mudkippie toe. Mudkippie! Ik bedoel, ik ben ook al heel lang hier niet in Smurfenland geweest. Dus, hè? Mudkip, waar ben je? Daar ben je. Ik heb een pakketje voor je, jongen. Ik ben een heks, weet je. Ja, dat weet ik. Maar, jongen, ik heb een pakketje voor jou. We krijgen een geschenk, een HP-banaantje. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar hier, wil je een pakketje van Blueberry, Mudkip? Heb je daar toevallig interesse in? Het is een mooie kroonluchter, man. Mudkip is helemaal verbaasd. En we moeten terug naar het reisrijk. Nou, oké, doei Mudkip. Graag gedaan. PostNL tot je dienst. Doei. Was Mudkip er blij mee? Ja, super. Hij was helemaal in de wolken. Hij vond het zo mooi. Mooie kroonluchter. We krijgen 3 uitjesbonden van Blueberry en ja, bedankt. Dan is er nog 1 klusje wat ik hier kan doen. En dan hebben we alles alweer gedaan voor vandaag. En dat is Pichu helpen. Pichu die heeft geen zin meer in sla. Die wil wat anders op tafel. Ergens diep verborgen in de vuurberg ligt een meerzoete snack voor het grijpen. En ik ga er naartoe. En zij wil dat wij meegaan. Nou Pichu, jij hebt ons een keer geholpen. Dan ga ik jou nu weer helpen. Let's do this. Let's go to the vuurberg. Go, go, go. Ik voel me nu net Frodo. Of Smeagol. Ja, dat kan ook. My precious. Oh, sorry, sorry. Ik hoop niet dat jullie nu nachtmerries van mij krijgen. Sorry, dat was uit Lord of the Rings, jongens. Dat was mijn beste Smeagol-imitatie. Wat is dit, joh? Verdoemd panzer. We gaan ze pakken, jongens. Woehoe. Balabam. Oh, oké, easy. Ging wel weer makkelijk, hoor. Gaat deze ook makkelijk? Deze gaat ook makkelijk. Alles voor de snack voor Pichu. Ja, dit lijkt wel echt inderdaad op de berg van Sauron, joh. Al dat lava eromheen. Wow, slimme kwelgeesties. Die zijn niet dom, jongens. Pas op, die zijn niet dom. Maar die zijn wel zwak, zo te zien. Let's go. Oh, hij overleeft mijn aanval. Maar niet die van Steve. Nou, nog 2 te gaan. Lekker snuifje erbovenop. Eentje kapot. Die andere die heeft nog een brilletje. Maar ik denk dat dat nu ook klaar is. Ja hoor. Het is wel een beetje makkelijk weer. Ja, zijn goedkope snackies dan. Maar ik ben gewoon benieuwd wat er gebeurt als we nu alle opdrachten hebben opgelost. Of ik dan tot morgen moet wachten. Of dat er dan misschien nieuwe opdrachten verschijnen. We hebben in ieder geval 1750 villagers of mensen gered. Dus weer nog meer HP-strooisel. Gaan we even dit kistje openmaken. Maar eerst gaat Steve even wat opgraven. Overal bananen, jongens. Overal. Ik ben net de bananenboer, ben ik gewoon. Ik ga mijn nickname veranderen van Rikachu naar bananenboer. Terwijl mijn lampje even uitvalt. Zo, daar is mijn lamp weer. Oh, ik ben gelijk blind. Wat zit er in het grote kistje? Oeh, verdelgingsspeer. Wow, die ziet er super mooi uit. Die is voor Zucker. Dat is echt een vet ding. Hé, wanneer wordt KK Slider een keer beter, jongen? Die is al 3 jaar ziek of zo, man. Die heeft een aardig tijdje nodig om te herstellen. Terwijl Steve ondertussen al level 28 is met Epona. Maar nu heeft hij er genoeg van. Nu wil hij naar de kamer van Mario. Volgende battle. Tegen nu groene reptielen. Vroeg de ene reptiel aan de ander. Waar kom jij er vandaan? Begint de andere te rappen. Tiel. Tiel. Ik kom uit Tiel. Oké, sorry. Dit was denk ik de allerslechtste grap die ik ooit heb gemaakt in een YouTube video. Ik hou mijn mond wel weer. Ik ga wel weer gewoon lekker spelletje spelen. Kistje open. MP Snoopy. Ik ga wel weer gewoon harnassen verslaan of zo. Brrrr, dap, dap, dap. En dan Steve. Rap, bap. Easy, man. Ik dacht dat dit een hele moeilijke berg was, joh. Met al dat lava en dat vuur. Ik denk dat dat gaat niet goed komen, maar... We hebben elke keer maar 1 beurt nodig, joh. Ja, KK Slider is beter. En dan gaan we hem natuurlijk gelijk meenemen. Ja, en dan zijn we alweer waar we moeten zijn, hoor. Lekker. Op het randje van de berg waar ik de ring in het vuur moet gaan gooien. Maar ik dat niet wil. Want de ring zegt dat ik wat anders moet doen. Iedereen die Lord of the Rings heeft gezien, die denkt... Ah, ja, ja, dat was vet. En iedereen die Lord of the Rings niet heeft gezien, die denkt... Rick, waar heb jij het over? Maar, ja, kijk, hier is een behoorlijk boze vijand. Een Pietje zegt... Dat monster heeft mijn Snoopy. Geef het onmiddellijk terug. Ik wil mijn Snoopy. Oh, zijn er ook gewoon 3, joh. Helemaal goed. Maar ik ga in mijn hyper. En ik ga iedereen schild geven. Zo, kom maar, doodsdemonen. Laat maar zien wat jullie in petto hebben. Want ik heb dit in petto. Ik ga jullie allemaal kapot maken. Denk ik. Alleen Steve, die heeft nu iets. Ik weet niet wat. Geen idee. Hij zit sowieso nog in zijn hyper, zo te zien. Volgens mij kan hij nog vechten. Broep. Oké, 1 schild is weg. Oh, wacht even. Rustig aan, jongen. Ze willen KK Slider weer slopen.
Tuurlijk, jullie pakken altijd de zwakste. Maar onze KK Slider, die overleeft het gewoon. Onze KK Slider is een echte G, jongen. Hop, lekker gedaan, KK. Je doet nog amper damage, maar dat maakt niet uit. Je bent er tenminste bij. Net als Nederland met het WK. Dat slaat ook helemaal nergens op. Maar we zijn er wel bij. Ik ben verdrietig ondertussen. Oh, Guigi ook zo te zien. Die ligt ook op de grond. Oké, kom op, Steve. Jij moet het even doen nu. Pak ze. Lekker. Ik ga terug. Guigi gaat op de schuilplek. Wel lekker dat we allemaal nog in de hypermode zitten. Dat gaat wel top. Eens even kijken hoor. Guigi doet het weer. Dus die kan weer terug. Guigi is wel uit zijn hyper. Dan brengen we hem gewoon keihard terug in zijn hyper. En dan gaan we aanvallen. Oké, deze demoontjes, die hebben er wel zin in op zich. Die zijn wel lekker bezig. Steve gaat lekker koken. En die laat ons allemaal vuur spugen. Oh nee. Het schild voor de KK Slider is weg. We moeten minimaal nog één zo'n demoontje even pakken. Oh, we gaan voor de verkeerde. Maar ik ga nu te paard. En dan ga ik ze even kapot snuiven, die gasten. Lekker. Oh, pas op jongens. Pas op. Ik weet niet, er gebeurt niks. Oh, Steve is nu even de weg kwijt. Hey, terwijl KK Slider op het paard gaat. Lekker bezig, man. Dat was volgens mij de eerste keer. Oké, let's go, Pichu. Let's go. Alles voor je snoepies. Ik ga weer te paard. Ik denk dat ik ze kapot ga maken als het een beetje mee zit. Hoppakee, eentje is weg. Nu die andere nog. Laat mijn KK Slider met rust. Pak hem. Oh, KK Slider die heeft een klap aan het vangen. Pichu maakt hem af. Lekker gedaan, Pichu. Het was ook allemaal voor jou, hè. Dus goed dat je ook je steentje bijdraagt. KK Slider is nu naar level 20 officieel. Heerlijk gedaan. En Pichu zegt dus dit is het beroemde superzoete snoepje. Een klein hapje kan vast geen kwaad. Wat lekker. Nam, 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 nam. Dit is gewoon te lekker. Maar om alles voor mezelf te houden, dat zou verkeerd zijn. Dus wij krijgen ook wat snoepies. Lekker, man. Dankjewel, doei. Oeh, er gaan behoorlijk wat relaties omhoog. Ja, Shadow en Mario, die worden kennissen. Die waren nog helemaal geen matties namelijk. Wulu en ik gaan naar level 8. Ja, ook nog niet zo heel hoog. En KK Slider bereikt level niveau 6 met Eponaatje. En ik hoop elke keer dat ik wat mag kopen voor KK Slider. Maar hij wil de hele tijd niks hebben. Nou, dan koop ik maar weer een pakje voor mezelf, denk ik. Een zeeanemoon. Ik ga er steeds beter uitzien. Hoppakee, wel in het geel natuurlijk. Ondertussen geef ik KK Slider wel elke keer gewoon eten. Zodat in ieder geval zijn stats lekker een beetje omhoog gaan. Hier zijn MP en zijn magie gaan hierbij omhoog. Super chill. Ja, en dan lijkt het nu gedaan. We hebben alles gedaan in het reisrijk. Dus eigenlijk kan ik vandaag niet meer Miitopia opnemen. Want ja, ik heb alle klussen al gedaan. Nou, dan gaan we maar een ander serietje opnemen. Laat even weten in de comments wat jij heel graag op mijn kanaal wil zien. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En zet even het belletje aan. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!